Wellicht heeft u de uitnodiging al gezien. Wij vragen aan elke inwoner die dat wil om met ons mee te denken over hoe wij het sociaal domein opnieuw kunnen invullen. Want wij kunnen en willen dit niet alleen doen. Wij willen dat u meepraat. Het gaat tenslotte om de gezondheid en welbevinden van iedereen in onze gemeente. Wat vindt u dat de gemeente moet doen, of juist niet? Waar vindt u dat wij ons gemeenschapsgeld op moeten inzetten? Het sociaal domein staat landelijk volop in de belangstelling. Ook de gemeenteraad en college van de Wolde werken aan vernieuwing van het sociaal domein. En hierbinnen is gezondheid dus een belangrijk thema. Maar gemeente de Wolde heeft net als de meeste andere gemeenten te maken met financiële druk. Wij moeten de juiste balans vinden tussen de inkomsten vanuit het Rijk en de uitgaven van ons in het sociaal domein. Woensdagavond 25 november en donderdagavond 3 december organiseren wij 2 digitale werksessies. En tijdens deze werksessies willen we graag met u in overleg over welke vernieuwingen het sociaal domein nodig heeft. En deze digitale sessies zijn geen digitale hoogstandjes. U hoeft geen volleerd ICT'er te zijn om mee te kunnen doen. U krijgt een simpele e-mail met een linkje naar een webpagina. En hier klikt u op, vult uw naam in en u kunt meedoen. Wel zou het ons heel erg helpen als u beide avonden aanwezig kan zijn. Omdat we tijdens de tweede avond weer doorpraten over wat we op de eerste hebben gezegd. Maar we kunnen u natuurlijk niet verplichten. De input die u ons meegeeft op deze avonden worden daarna verwerkt tot een meerjarenplan voor onze gemeente. Wij zien en spreken u graag online. Tot ziens.